Kan jij vertellen wat het is, Internet of Things? In mijn ogen is het feit dat soort van alles met het internet verbonden is en alles kan meten. Met alles bedoel ik dat je koelkast, de Albert Heijn vertelt dat de melk bijna op is. Dat soort dingen, zeg maar. Alles met elkaar verbonden. Alles toegang tot het internet. Toegang tot het internet. Nee, zei je eens geschudden? Nee, je is uitstekend weer. Uitstekend weer. Er komt een ecosysteem waar alles met elkaar verbonden wordt. Apparaten praten met elkaar zonder tussenkomst van mensen. Ja. En het gaat de wereld veranderen. Het is een revolutie die we nooit eerder gezien hebben. De hele wereld gaat op zijn kop. En die kunnen wij ons wel of niet voorstellen, Jeroen? Beperkt, denk ik. Ik denk dat dat. En tegelijkertijd, het heeft geen zin om ervoor of tegen te zijn. Nee. Want het is een nieuwe technologie. En die komt. Ik was een tijdje terug in Assen. Assen wordt Sensor City genoemd. Serieus, die zitten zich op de kaart als Sensor City. Mooi. En die hebben allemaal sensoren in de wegen. Waardoor die wegen een soort intelligentie krijgen. Waardoor je in staat bent om daar elektrisch zonder te sturen te rijden bijvoorbeeld. Maar ook allemaal kennis en informatie over van alles en nog wat. Je kan twee dingen doen. Je kan er bang voor zijn. Je vasthouden aan wat er was. Maar het heeft geen enkele zin. Dus vertrouwen hebben, op je hoede zijn, maar gewoon zin houden in morgen. Ja, je column sprak je ook even uit over moedig zijn. Ja, in ons zit een soort conservatisme, heel menselijk ook, om, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, om daaraan vast te houden. Dus het is heel menselijk. Hè? Wat ik een heel mooi zinnetje vind, komt van de Amerikaanse hoogleraar Clayton Christensen. Culture eats strategy for breakfast. Daar zit het eigenlijk allemaal in. Ja. Hè, dus je kan bedenken dat het anders wordt, je kan het ook begrijpen. Maar voordat je dat vertaalt naar anders handelen van jezelf, dus werkelijk ervoor openstaan, dat vergt wel moed. En dus het is eigenlijk best wel een gek onderwerp om te bespreken met accountants. Of juist niet? Nee, juist niet. Juist niet. Precies wat... Wat hij zegt, moedig zijn. Ja. Je moet gewoon, het gebeurt, of je er tegen bent, het gebeurt gewoon. Wanneer is de moed nodig? Is dat morgen al nodig? Als je zeg maar. Nee, je had al moeten beginnen. Ja? Ja, tuurlijk, wel beter laat. Je kan misschien inhalen, maar je had lang moeten beginnen, want het is al bezig. Maar wat betekent dat dan voor de accountancy? Nou, voor de accountant betekent dat hij zich op zelf opnieuw moet uitvinden. Zijn vak opnieuw moet uitvinden, een nieuw businessmodel moet bedenken, een nieuw verdienmodel moet bedenken. En ja, als je dat niet doet, dan besta je gewoon over 10 jaar niet meer. Maar wat vind je van het punt, Willem, dat nu in de wet staat dat je een accountant moet inschakelen, hè, vanwege de nutsfunctie van accountants? Ja. Dat brengt ook een plicht met zich mee, toch? Want het is... Ja, maar je moet wel realistisch zijn. Als je kijkt naar de komende 10, 15 jaar, dan zit de groei in werkgelegenheid, zit hem in kleine bedrijven. Dus midden- en kleinbedrijf, start-ups, grote bedrijven slank af. Eigenlijk moeten accountants rekening houden met de ontwikkeling en zich concentreren ook op die nieuwe werkelijkheid. Mm-hmm. De nieuwe werkelijkheid van kleine bedrijven, start-ups, daar moet je het hebben de komende jaren. En je moet ook rekening houden dat de wereld totaal aan het veranderen is. Alleen al het feit, als je kijkt naar de Volkswagen-affaire, zal ertoe leiden dat duurzaamheid, dat staat nu hier, maar dat gaat naar daar. Controle worden strenger, dus je moet ook, daar moet je verstand van krijgen, ook als accountant. Je moet meegaan met je tijd, je moet weten wat Internet of Things is. Als je in je leven nooit wil veranderen en dus iedere verandering als negatief ervaart, dan heb je een somber leven volgens mij. Als je je bij neerlegt dat die verandering gaat komen, want die gaat komen, dan kun je daar volgens mij een heleboel positieve dingen uithalen. Dus ik vind het feit dat jouw beroep verandert, om dat somber te noemen, is volgens mij een rare blik op de wereld. Nee, het is.